Jullie zijn er al vroeg bij. Amai, het zal wel. Kom je elk jaar hiken? Nee, dat is de eerste keer. Dus het is eigenlijk een beetje spannend afwachten wat het gaat geven. Zeker, ik heb er wel zin in. Waar ben je naar op zoek vandaag? Ik ga zeker vanavond naar... Eric Whittaker, ja. En denk ik ook naar het Brussels Philharmonic. Ja, die zijn nu aan het repeteren. Er staat wel al heel veel volk te wachten, maar je zal wel nog binnen kunnen. Ja. Dus we beginnen met... Met die leu. Fantasie tovert alles om in speelgoed. Wat vond je van die voorstelling Eén been, één vleugel? Heel leuk. Meneer, hebt u ervan genoten? Ja, het was heel poëtisch, heel mooi. Ja. Heel mooi. Zou je die muziek thuis nog eens opnieuw willen opleggen, of niet? Ja. Dit is voor jou, de cd van Eén been, één vleugel. Kijk eens, dit is er allemaal te doen vandaag. En we zijn ondertussen toch al halverwege bijna. Het is 3 uur en er staat hier al heel veel volk in de wandelgangen voor een nieuw concert van het Roffa Tango Trio. Ze zijn met 3 en Roffa betekent zoveel als Rotterdam in de straattaal. Dus ze spelen tango muziek en ze hebben elkaar leren kennen in Rotterdam. Jullie zijn op zoek naar de juiste zaal of een concert? Een beetje, ja. Een beetje, zoiets rond te zien, ja. Ik kwam naar mijn man luisteren. Christophe Fekeman? Ja. Jullie komen elk jaar? Nee, dat is de eerste keer. Oh, dus het is een grote verrassing voor jullie, neem ik aan. Eric Whittaker is aan het repeteren met het Vlaams Radiokoor. Want ze sluiten hier vanavond in de Blauwe Zaal Clara in de Single af. En met wel iets heel bijzonders, namelijk met Sleep. Dat is een werk van Eric Whittaker. En dat gaan ze samen uitvoeren met 50 muzikanten van een amateurkoor. Allemaal samen op het podium, muziek, mensen samenbrengen. En ze zijn ondertussen bezig aan de soundcheck. En dus ook met het prachtige werk Sleep. Geniet ervan! Hartelijk dank voor uw warme aanwezigheid en uw applaus. Ik ga hier plaatsmaken voor een groepsfoto met alle winnaars en hun gedelegeerden. En ik wens u nog een mooie avond verder hier bij ons, Clara in de Singel. Tot de volgende! Het is voor ons een feestdag, hè? Ja, zo moet het zo nemen. Het is anders, het is genieten. Het is genieten, alleszins. Een super ervaring om hier te zijn, sowieso. Ja. Clara in de Singel 2017 zit er jammer genoeg op voor dit jaar. Meer dan 9 locaties in een uitverkochte Singel, meer dan 2500 mensen, meer dan 300 muzikanten, jazz, klassiek, muziektheater, literatuur, noem maar op. Het was een fantastische editie. U kunt alles nog volgen, live herbekijken via onze website clara.be of via onze Facebookpagina. En heel graag, tot volgend jaar. Clara, blijf verwonderd.